Moeder zei, ik heet Quintus Risti. Quintus Consuelo Juan José Luis María Risti. Het is wel koud hier, hoor. Het is ook koud. Zit je goed? Ik vind wel gemeen van je dat je je gast laat leiden. Ja. Je zet me vol in de kou en jij laat die stoel de kou tegenhouden. Rent het ooit als Suriname die walgelijke Nederlandse natte winters? Nou, wennen, je past je er gewoon aan. Hmm. Weet je, ik bedoel, als je er niets tegen kan doen, krijg je een belletje door je gesprek. Ja, geef niet. De Intercity vertrekt. Maar jij zegt, dat werkt, die pas je aan. Het is aanpassen. Als je er niets tegen kunt doen, ga je aanpassen en ga ervan genieten. Hmm. Weet je, dus ik geniet wel van die kou. Waarom ben je eigenlijk naar Nederland gekomen? Je was een hartstikke succesvolle Surinamer, je deed het goed. Ik ben naar Nederland verhuisd omdat ik eigenlijk mijn scope wilde verbreden. Ik wilde meer uit mezelf halen met meer mogelijkheden en meer mogelijkheden. Ja. Weet je, ik had nooit gedacht dat ik kon acteren. Ik had nooit gedacht dat ik motivational speaker kon zijn. Ik had nooit gedacht dat ik zou kunnen realiseren wat ik heb geleerd de afgelopen jaren dat ik in Nederland ben. En niet dat het niet kan in Suriname, maar in een grotere community, in een omgeving met meer mensen, kun je ook meer realiseren. Vooral als je een mens bent en je van mensen houdt. En eigenlijk je zoiets hebt van, ik wil zo graag zoveel als mogelijk mensen entertainen. Maar goed, dus naar Nederland gekomen. Die kou vind je helemaal niet erg, maar je hebt er wel een flinke prijs voor moeten betalen. Hè? Je nam je vrouw mee, je kinderen mee. Zij konden je niet aarden en is teruggegaan naar Suriname. Dat is voor jou, dat is een grote prijs die je betaald hebt. Best wel. Ja. Best wel. Ooit eens heb ik van Hans Kraaij senior geleerd, carrière en privé gaan nooit samen. Of je privé gaat heel goed en je carrière minder, of je carrière gaat heel goed en je privé minder. Maar heb je dat ervoor over? Ja, je hebt het ervoor over gehad dus. Nou, dat vraag ik me elke dag weer af. Heb ik het ervoor over? Weet je, ik kom erachter dat op een gegeven moment welvaart, waar we allemaal naar op zoek gaan, heeft niets te maken met geld. Heeft te maken met creativiteit, motivatie en doorzetting. Het moment dat je een beetje creatief bent en je kan aanpassen en kan genieten ervan en gemotiveerd bent, kun je een oplossing voor alles vinden. Ja, en heb je die gevonden? Want dat vaderschap, dat loop je nu wel een beetje mis, toch? It could be worser. Het had erger gekund. Weet je? Dat je ze nooit meer zou zien, maar je ziet ze bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik kan ze heel vaak zien. En ik heb dagelijks contact met ze. En het mooie ervan is, kijk, als vader is het belangrijk dat je op cruciale momenten er bent. En als je er toch niet kan zijn op een cruciaal moment, probeer een alternatief te bedenken om het toch mooi te maken. Daardoor leer je dat kind in zijn of haar opvoeding ook omgaan met dingen die je niet kan realiseren à la moment. Ik denk dan als vrouw van bla bla bla, daar hebben we weer zo'n Surinaamse man die zijn vrouw en kinderen in de steek laat, min of meer. Of nou, ben ik dan... Ja, maar dat zegt meer, zeg dat, slechts, dat zeg meer over jou. Mm. Oh ja? Want ik denk dat als het kind het gevoel heeft dat papa er altijd is en mama ziet het anders, voor wie ben je er eigenlijk? Voor mama of voor papa? Of voor de kinderen? Snap je? Kijk, als de kinderen zoiets hebben van, hey, paps, als ik groot ben, zou ik net als jou willen worden. En dan zeg je vervolgens, oh, je wilt populair worden. Papa, ben je populair? Zeg toch al genoeg? Maar heeft het geloond als je de balans opmaakt? Nou, kijk, de keuze om naar Nederland te komen, de prijs die je ervoor betaald hebt. De toekomst zal het uitwijzen als het heeft geloond. Mm-hmm. Het moment dat jij over 10 jaren kan terugkijken op een periode van, hey, er zijn wel een paar dingen die ik eventueel anders had kunnen doen, maar tot nu toe ben ik gelukkig en niet tevreden. Oh. Kijk, het moment dat je... Nooit tevreden, of wel?
Ik zeg niet dat ik nooit tevreden ben, maar ik ben niet snel tevreden. Mm. Nee, ik ben wel heel gelukkig. Ik geniet ontzettend van alles. Maar ik ben niet tevreden. Ben je tevreden nu met je uiterlijk? Je bent waanzinnig afgevallen. Volgens mij val je nog steeds heel erg af. Nee, ik ben nog niet tevreden met mijn uiterlijk. Ja, ik had gehoopt op een six-pack. Kan ik een mooi liedje... Ik zie hem toch, die six-pack. Ja, goed kan ik een liedje zingen bijvoorbeeld. Oma wil een toy boy. Nee, ja, geintje. Nee. Nee, tuurlijk. Kijk, als mens wil je altijd het maximale bereiken. En het mooie ervan is, als je het maximale hebt bereikt, dan verzet je toch even die grens om toch nog meer te kijken wat je kunt halen. Hoeveel kilo ben je nu kwijt in totaal? Rond de 70. Echt waar? Mm-hmm. Maar verlies je daarmee niet ook je handelsmerk? Van de grappige dikke Quintus met het grappige Surinaamse accent. Ik weet niet als dat mijn handelsmerk is geweest. Misschien wel wat tussen mijn oren zit, is mijn handelsmerk geweest. Je humor. Bijvoorbeeld. Ik weet het niet, misschien ligt het aan mij hoor, maar het lukt mij gewoon niet. Hé, wat moet ik doen om een vrouw te kunnen versieren? Quintus, je moet gewoon origineel zijn. Hallo schatje, lekker weertje voor een op- en neertje. Kom mee, kom nou. Hallo. Jij hebt ons meegenomen hier naar het Centraal Station. Ik belde jou en ik zei van jij mag een plek uitkiezen. Nou, hier zitten we dan, min 10. Waarom wilde jij graag naar Centraal Station Rotterdam? Weet je, in het leven zijn we bijna thuis. Mm. En als je op het Centraal Station bent, ben je ook bijna thuis. En het Centraal Station is voor mij een plek waar ik inspiratie op doe. Waar ik naar mensen kan kijken, waar ik... Eventueel, als ik mensen wil spreken, kan spreken. Als ik verdrietig ben, mijn inspiratie haal om uit mijn verdriet te komen. Of de kans krijg om mijn verdriet te bekijken, te voelen, te ervaren, te beleven, te bespreken. En kijken waar het verdriet vandaan komt. En hoe zal ik ermee omgaan. Ja, maar dan komt iedereen naar je toe en wil een handtekening of wil op de foto, zoals we net zagen. Ja. Of ga je incognito? Nee. Kijk, weet je, dat is de andere kant van de medaille. Kijk, ik heb nooit dit beroep gekozen om populair te worden. En het moment dat mensen naar je toe komen, is het niets anders dan een stukje waardering voor wat je doet. Mm. Voel jij je inmiddels echt een Rotterdammer? Nou, ik anders vragen. Voel je een Hollander? Ik voel me Rotterdammer. Ja. Ik ben een Surinamer in hart en nieren die omarmd is door Rotterdam. En ik het gevoel... van Rotterdam kan aannemen en ik voel me ook Rotterdammer. Hmm. Maar ik blijf wel Surinamer. Hmm. Je krijgt een rode neus van de kou. Echt waar? Ja, dus ik ben nog net niet zo donker. Net nog niet zo. Hey, dank je. Hey, wat zeg je nou altijd? Loco, loco? Nee, wat was dat ook weer? Soko, soko. Oh, soko, soko. Wat betekent het eigenlijk? Dat vertel ik je off-camera. Ah, doen we. Hebben we tenminste iets om op de bank bij mij thuis over te praten? Ja, dat is waar.